Zoals je ziet heb ik 3 bommen achter mij en mijn doel is om die af te vuren op dingen. Dus let's go! Pak hem! Pak dat blok! Hoppakee! En op die manier verdienen wij geld. Zoals je ziet heb ik op dit moment 100.000 euro al. En daarmee kan ik dingen, want daar kan ik blijkbaar betere bommen mee kopen. En wat? Ik mag ook 1 keer gratis spinnen. Ik wist het niet eens. Kom op, geef me dat paarse. Dat ziet er heel goed uit. Wat is dat? De OP nuke. Die wil ik hebben. We krijgen de coin reward of de damage boost krijgen we. Ik weet niet waar ik blij mee fijn. We krijgen een 8 keer damage boost. Daar ben ik op zich wel blij mee. Dat is op zich wel prima. En ik kan dit kopen. Yes, dit wil ik hebben. Hoppakee, dat kostte mij trouwens maar 1000 munten en ik heb 100.000 munten. Waarom ga ik dan voor die goedkope? Oh, de duurste die ik op dit moment kan pakken is 16.000. Nou, laten we daar gewoon voor gaan dan. Hoppakee, we krijgen de common. Wow, deze animaties voor dat kopen ziet er zo vet uit. Wat krijgen we nu? Weer de common. Kom op, geef me iets beters. Geef me iets beter dan die common. Weer de common. Oké, kan ik die nou inzetten? Oh, tussen gaan hun automatisch voor mij aanvallen of zo. En ik kan hier equip best. Hoppakee, kijk eens aan. We hebben nu nieuwe bommen als het goed is. Die automatisch gaan aanvallen, maar dat wil ik helemaal niet. Kijk eens aan. Dit zijn de nieuwe bommen. In totaal kan je dus 5 van die dingen activeren. En kijk ze gaan. Bam, bam, bam. Hoppakee. We hebben al echt heel veel geld. Ik weet niet hoe we aan 100.000 geld komen. En 26.000 van die rode dingen. Blijkbaar kunnen we ook dit kopen voor 20.000 van die rode dingen. Ik heb geen flauw idee. Dit gaat waarschijnlijk heel goed zijn. Ik weet niet hoe we hier aan komen. Hoe komen we hier aan? Even kijken. Is deze goed? 23.6k damage. Dat is niet heel goed. Of wel? Oh, jawel. Oh, de rest is maar 54 damage. Wacht, waar? Hoe kom ik aan zulke goede dingen? Ik snap er helemaal niks van. Nu sloop ik opeens alles in 1 keer. Oké, volgens mij kunnen we ook gelijk naar de volgende stad toe. Ik weet niet hoe ik aan zoveel geld kom. Ik snap er helemaal niks van. Oké, daar gaan we dan. Nou, dan kopen we dit maar zo. Hopsakee. Dan gaan we gelijk naar het volgende gebied toe. En die slopen we blijkbaar ook in 1 keer. Zo, hoppakee. Die willen we ook slopen. Die willen we ook slopen. En we kunnen eigenlijk alweer gelijk door naar het volgende gebied. Wat gaat dit ongelooflijk snel. Hoe heb ik dit in vredesnaam gedaan? Ik heb geen flauw idee. Hoppakee, yes. Ja, we willen hierheen. Het volgende gebied kost 300.000. Oké, dat is wel een stukje duurder. Even kijken. Dan gaan we dit zo allemaal hier slopen. 300.000. Daar moeten we nog wel eventjes voor sparen. Maar als het goed is, ja, we slopen alles nu op dit moment in 1 keer. Dus ja, ik accepteer het. Ik vind het allemaal prima. Ik heb geen Robux uitgegeven, maar blijkbaar zijn we heel goed nu al. We moeten gaan voor de 300.000. Dan kunnen we namelijk weer naar het volgende gebied. En blijkbaar kan ik hem ook gewoon op auto zetten. Dan gaat dus alles automatisch. Kijk eens aan, dan kan ik dit gewoon allemaal zo oppakken. Yay, hoppakee. We moeten 300.000 punten voor het volgende gebied. Maar op deze manier gaat dat aardig snel. We hebben hier ook allemaal bonus of zo. Deze moeten jullie ook even aanvallen. Dit is blijkbaar ook keer 2 en dat soort dingen. En kijk eens aan, we hebben al 250.000. We zitten bijna op die 300.000. En hoppakee, we zitten zelfs op 350.000 al. Heb ik hier of zo geluk gehad of zo? Ik weet oprecht niet, hoe kom ik aan zoveel munten? Oké, in ieder geval, we kunnen het volgende gebied alweer kopen. Ja, 300.000 coins. Hoppakee, nou dan gaan we hier naartoe. Ja, natuurlijk. Hoppakee, gaan we hier die auto-attack aan zetten. Kom op, pak deze maar. Zo, hoppakee. Ja, en hier krijgen we... Hoeveel coins krijgen we nu voor zo'n ding? Wow, we krijgen echt mega veel coins. Oké, nu gaat het echt weer een stukje sneller. Laten we even naar het begin gaan teleporteren. Naar de nuke shop. Want we kunnen nu alweer wat betere kopen. We kunnen bijvoorbeeld deze hier kopen voor 50.000. En we zouden hier... Oh nee, dan moeten we nog even sparen. Deze voor 125k. Maar we hebben op dit moment al 45.000. Het gaat oprecht al heel snel. Even kijken. Wat willen we halen? Ik ga de duurste halen die ik kan halen. Voor 50.000 coins. Krijgen we iets goeds hiervan? Come up. Geen common. Geen common en common. Natuurlijk. Ik krijg altijd een common. Oké, maar is deze alweer een stukje beter? 115 attack. Die andere geeft me 23.000. Ik weet niet waarom is die zo OP. Even kijken. Kan hier ook nog wat claimen? Hoppakee. Ik heb hier een chest geclaimd. Die geeft me 4000 gems. Misschien op die manier had ik dat zoveel al. Even kijken. Ik heb hier ook de shop. En ik heb een damage boost erbij gekregen. De shop. Daar kan ik allemaal dingen kopen. Wat kan ik eigenlijk met die gems? Ik heb op dit moment 66.000 gems. Wat kan ik daarmee? Ik heb nog geen idee wat ik met die gems kan. Daar moet ik nog even achter komen. Laten we alweer teruggaan en meer geld gaan verdienen hoor. Ik kan hier dit ook nog claimen. Misschien heb ik... Door dit heb ik misschien heel veel geld. Ik krijg gewoon even 237.000 euro omdat ik over die chest hierheen loop. Misschien had ik dat de vorige keer ook. Hier heb ik ook de shiny machine. 12% kans. Dat is wel een risico. Gaat die anders weg?
zeg maar, is die anders weg? Zeg maar, dat is een beetje... We gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen. Field. Oké, is hij nou weg? Hij is nou weg. Oké, dat had ik niet moeten doen. Nee, hij is nu weg. Ik heb hier trouwens ook nog een hele grote bom. Are you sure you want to buy? Ja, ik wil dit. Oké, ik heb 1 megaticket gebruikt. En boom, we hebben de Kobayashi. Ik heb geen flauw idee. Die zal wel heel goed zijn. 146. Ja, het wordt echt alleen maar beter en beter en beter. Oké, we gaan naar de desert toe. Dat kost blijkbaar ons 8k van deze dingen. Zo, hopseke. En dan zetten we hem hier gewoon weer op auto. Het volgende gebied, hoeveel kost die? 2,1 miljoen. Oké, dus we moeten even sparen voor 2,1 miljoen. We hebben op dit moment al 800.000. En op dit tempo gaat het aardig snel. Ik maak de allergrootste bom in heel Roblox. Yeah. Oh, deze keer 5. Die moeten jullie pakken. Come on, guys. Yeah, let's go. Hoppakee, 1,5 miljoen zitten we al. Bijna op die 2,1 miljoen. Ja, 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 zeker. En ondertussen moet ik echt alle coins oppakken die ik maar kan oppakken. Zodat we naar het volgende gebied kunnen natuurlijk. En we hebben bijna weer zo'n... Kijk, we hebben nu alweer zo'n megaticket. Dus als ik nu weer naar die nuke shop ga, dan kan ik hier met die ene megaticket. Zo, ik heb dik. Maar met die ene megaticket die ik hier krijg. Ja, kan ik weer dit doen. Hoppakee. En dan krijgen we nu... Als we nu geen comment krijgen. Natuurlijk krijgen we weer een comment. Kan ik dit weer kopen. En heb ik er nog een die 126k damage doet. Oké. Okay, nou, dan kunnen we weer daarheen teleporteren naar de desert. En dan kan hij hier weer lekker doorgaan met nog meer dingen slopen. We zijn nu al gewoon veel te overpowered volgens mij. 2,2 miljoen hebben we. En dan kunnen we door naar het volgende gebied. Ik ga eens in die ranglijst kijken. Want mijn power... iedereen is wel overpowered. Oké. Okay, ik zal wel niet de enige zijn die dit heeft. Oké, hoppakee, hallo. Ik wil gelijk jou pakken. Kom op. 3 keer 3 en hoppa. We hebben gelijk 3 ton. En jij, boom. En we zitten gelijk op 5 ton. Ja, dat gaat wel snel. Boom, kom op. En we zitten gelijk op 6 ton. Maar we hebben op dit moment 10 miljoen nodig om naar de volgende wereld te gaan. En op zich gaat het wel snel op deze manier. Ik kan alleen auto en tech niet meer aanzetten. Want ik heb... Too many coins. Ik kan wel een magneet kopen voor 300 Robux. Let's go. Oké, we spenden toch nog een beetje Robux. Dat doen we namelijk altijd op dit kanaal. Blijkbaar krijg ik nu automatisch alle coins die er zijn. Dus het enige wat ik nu hoef te doen is volgens mij... ik heb niet alle coins gekregen. Moet ik die andere nou echt even oppakken? Ik heb dus een mega grote magneet. Maar ja, oké, dit moet ik dus nog wel... Ja, oké. Maar ze komen wel van heel erg ver. Maar ik moet dit dus wel even allemaal oppakken. Nog zo, hopsakee. Kijk eens aan. Die moet ik ook allemaal oppakken daar. Ondertussen kunnen jullie wel even lekker doorgaan. Zo, hoppakee. Oké, nu heb ik volgens mij alle coins opgepakt. En nu is alles wat ze slopen, komt automatisch naar mij toe. Op deze manier gaan we het echt mega snel uitspelen. Ik wil gewoon de alle beste worden, oké? Ondertussen kan ik hier weer wat claimen. Free reward was dropped on the ground. Nou, die heb ik waarschijnlijk al opgepakt. Ik heb geen blauw idee. Hoppakee. Nu kunnen we gewoon chillen, denk ik. De coins, die gaan wel vanzelf nu op deze manier. Ja, die 10 miljoen, dat is denk ik een paar seconden wachten. Zo, hoppakee. We zitten al op 6 miljoen. Ja, 7 miljoen. Oké, ja, dit is wel gewoon eventjes wachten. En dan hebben we 10 miljoen coins. Ik kan een beetje rondlopen. Volgens mij gaat het dan iets sneller. We hebben hier trouwens een regenboogmachine. Wat doet een regenboogmachine? We hebben de Crazy Bomb. 2000 van die dingen. Oh, ik kan ze dus regenboog maken. Nou, dat is me... Oké, waarom ook niet? Gaat het lukken? 12% kans? Nee, dat dacht ik al. Ja, dat had ik dus beter niet kunnen doen. We zitten wel al bijna op de 10 miljoen coins. Letterlijk nog maar een paar seconden. En dan hebben we de 10 miljoen coins. Jazeker. Dan kan ik weer het volgende gebied kopen. Hoppakee. Kopen. Yo, let's go. En... wat is dit? Zo. We moesten teleporteren. Nu voor deze. Nou, dan kan ik deze weer op auto zetten. Enable. Ja, enable auto farm. Zo, hopsakee, daar gaan ze weer. En ja, hier krijgen we opnieuw nog meer coins. We zitten nu al bijna op de 1 miljoen. En deze geeft me een keer 10. Come on, boys. Pak hem. Yeah, let's go. Oké, ja, dit is wel een nice gebied. Het volgende gebied kost 30 miljoen. Op dit moment ben ik nog lang niet de beste. De beste heeft namelijk 3 miljoen power. En ik heb op dit moment 272.000 power. En ik wil de allerbeste worden. Dus daarvoor moeten wij nog wel even lekker spelen. Maar dat gaat helemaal goed komen. We hebben ook 2 van die mega tickets. Ik wacht gewoon even totdat we 3 van die mega tickets hebben. Dan vlieg ik weer even helemaal terug. Dan koop ik zeg maar weer 3 van die dingen. En dan hopen we dat we iets goeds krijgen. En ik spaar ook eigenlijk even voor die rode dingen hier. Want met die rode dingen kan ik volgens mij wel iets heel goeds kopen. Als ik 120.000 van die rode muntjes heb, dan kan ik een hele goede bom kopen daarvan. In ieder geval, dit is wel chill. Ik hoef alleen maar gewoon een beetje stil te staan. En mijn geld die gaat echt mega
snel omhoog. Hier, we zitten nu al gewoon op 12 miljoen. En ik doe letterlijk helemaal niks. En we hebben 3 van die megatickets. Weet je, we gaan gewoon even naar de nuke shop teleporteren. En dan gaan we 3 van deze hier kopen. Zo, hops. Oké, dat is megaticket nummer 1. En wat krijgen we? Kom op, geven we een iets beters. Kom op, geef me nou iets beters. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. En we krijgen weer de common. En gaan we nou iets anders krijgen dan een common? En we krijgen weer een common. We hebben 3 keer een common gekregen. Zo, hops. Oké, we equippen ze gewoon allemaal. Nu hebben we dus wel echt veel meer power in één keer. Kijk, nu zitten we op 662.000. We hebben ook in totaal 12 miljoen coins. En voor 19 miljoen coins kunnen we iets heel goeds kopen, volgens mij. Kunnen we de volgende ding kopen. We gaan even sparen voor die 19 miljoen coins. Ik ga hier zo, dat ik daarheen kan teleporteren. Boom. Dan gaan we hier even sparen voor die 19 miljoen coins. En dan gaan we zo'n ding openen en dan hopen dat die heel goed gaat zijn. We hebben hier blijkbaar ook nog coin boosten die we kunnen gebruiken. Kan ik er meerdere gebruiken? Ja, blijkbaar wel. We kunnen hier de damage boost gebruiken. Ik weet niet hoe ik hier allemaal aankom. Maar we hebben dit gewoon allemaal gebruikt nu. Dus we hebben nu gewoon dikke boosten. Dus we krijgen nu ook 2 keer zoveel geld. En zoals je ziet zitten we nu gewoon al op 25 miljoen. Dus wat ik nu kan gaan doen. Ik ga even naar die nuke shop weer toe. Wat is het duurste wat ik kan kopen? Daarvoor heb ik 28,5 miljoen nodig. Oké, we gaan even sparen voor de 28,5 miljoen. Dat gaat nu echt mega snel. Zo, hoppakee. Kijk eens aan. We hebben 28,5 miljoen. Dan gaan we terug naar die nuke shop. En dan gaan we deze hier kopen. De allerbeste is dat. Zo, ik heb 2 lucky potions. 1 mega lucky en 1 normale lucky. Kijk eens aan. We krijgen de rare nu. En de rare is maar 10k. Oké, dat is dus echt mega slecht. We moeten gewoon hier geluk hebben. Kom op, geef me iets goeds. Geef me iets goeds. Ik heb mega lucky potion. We krijgen nog steeds de common. Ja, natuurlijk. Die is wel ietsje beter. We hebben hier bijna 125k van. Daar ben ik een beetje op aan het bouwen. Oké, dan moeten we eigenlijk nu gewoon gaan sparen voor die 30 miljoen om naar het volgende gebied te komen. Want ja, van die andere dingen, daar moet ik het niet van hebben. Die eieren zijn gewoon echt mega slecht. Ik kan hier nog iets claimen. Zo, een free chest met rewards is dropped on the ground. Dat zal wel dit ding zijn. 3,2 miljoen coins erbij. En 12k gems. Chill. Oké, op dit tempo hebben we wel echt zo die 30 miljoen. Dus dat is wel echt super fijn. We zitten namelijk op 800.000 power. We zijn de 2e beste van de server. Maar de nummer 1 heeft 3 miljoen. Dus hey, hij maakt het me lastig, man. Hij maakt het me lastig. Hoppakee, kijk eens aan. We hebben 30 miljoen. Zelfs 31 miljoen. Zelfs 33 miljoen. Ondertussen dat ik er naartoe loop, krijg ik nog meer miljoenen. Hoppakee, ja, die spenderen we hierop. En dan gaan we naar het volgende gebied. Kijk eens aan. Hier kunnen we weer heel veel geld verdienen, denk ik. Jazeker, ja. Zeker. Oké, we hebben ook weer van die mega tickets. We gaan gewoon even weer naar die nuke shop toe. En we gaan deze mega tickets spenden. En dat is niet het enige, want we hebben ook van die rode tickets. Maar eerst gaan we even die 3 mega tickets spenden. Come on, geef me iets beters. Een rare. Let's go. 0,9% kans was dat. 300. Boom. Let's go. 400.000 damage. Kijk, dat is wat we nodig hebben. We zitten nu op 1,2 miljoen. Een comment. Maakt niet uit. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Geef me iets beters. En kom een. Oké. Maar wat we nu volgens mij wel kunnen doen. Volgens mij als we hierheen gaan. En we doen deze. Kijk, dan kunnen we zo. 100% kans. Boom, combine. Kijk eens aan. Kijk. Die geeft nu een stuk meer damage. Dus nu zitten we op 1 miljoen bijna. Maar... Let maar op. We gaan dadelijk veel meer hebben. Want we kunnen nu ook nog deze openen hier. Zo, hops. Oké, ik had zeg maar heel veel gecombined. Waardoor ik een betere bom krijg. En hier krijgen we de common. Oké, prima. Boom, boom, boom. Die geeft 48k damage. Maar waarom is die zo slecht? Waarom is deze... Deze zijn zoveel beter die ik hiervan krijg. Kom op. Hoppakee, hebben we iets goeds. De common. Opnieuw de common. Maar die is wel weer beter. Boom, equip best. Kijk eens aan. 1,1 miljoen zitten we nu. Als we dadelijk meer van die megatickets krijgen. Dan wordt het steeds en steeds beter. Dus hey, we gaan hier naar die lab 33. Daar verdienen we echt ongelooflijk snel geld. Echt niet normaal snel geld verdienen we hier. Dus dit gaat helemaal goed worden. We moeten dit mega ding hier kapot maken. Kijk dan, die heeft zeg maar 23 miljoen AP. Ik ben heel benieuwd hoeveel coins ik hiervoor krijg. Ik heb al 88 miljoen coins trouwens. Oh, wat? Ik krijg echt mega veel coins voor deze hier in het midden. Wat? Oké, dat had ik niet eens in de gaten. Dit is echt sick. Dit is echt sick. Oké, deze is echt insane. Deze is echt insane. We zitten nu al op 150 miljoen coins. Wat? Oké, dan kunnen we gewoon best gewoon door blijven sparen. En gelijk naar het volgende gebied gaan als we 300 miljoen hebben. Oké, dat mega rode vliegtuig. Die geeft dus ook echt mega veel. Kijk eens aan. Hij is weer helemaal terug. Hoppakee. Dan kunnen we weer deze laten aanvallen. En dan hebben we zo die 300 miljoen. We zijn ook bijna weer een legende hoger. En daardoor krijgen we allemaal zieke boosten. Let's go. We zitten ook bijna op die 300 miljoen. Come on. Ja. Ja, we zitten op 300 miljoen. Dan kunnen we naar het volgende gebied alweer. Boom, let's go. En oeh, dit ziet er sick uit. Oké, wacht. Kan deze damage op mij doen?
Eens even kijken. Oh, deze gaat me veel geld geven, denk ik. Oh, hier moet ik ook echt oppassen. Hier kan ik zelf ook doodgaan of zo. Oh, ja, kijk, hij schiet ook op mij. Oh, maar dat doet geen damage bij mij. Oké, dat is wel heel chill. Oh, wel. Het doet wel damage. Ik ben letterlijk dood gegaan. Laten we ondertussen deze weer even openen, want we waren dood gegaan en daardoor ben ik weer hier. Boom, we krijgen weer de common. Oké, dat is prima. Dat is weer iets beter. Oké, dan willen we nu naar het allerbeste gebied toe. Dat gaan we ook doen. Hoppakee, dat kost 24.000 gems. En dan ga ik hier gewoon op een afstand staan. En dan op die manier even wachten weer. Oké, jongens. Ik weet niet wat dit is, maar dit gebied is wel een beetje irritant. U moet namelijk die tank verslaan, maar dan moet ik dus de hele tijd rondlopen. En die tank is dan best wel moeilijk om die dingen te ontwijken. Eigenlijk moet je gewoon blijven lopen en dan lukt het wel. Nu ben ik wel gewoon heel benieuwd hoeveel coins je krijgt van die tank. Hij is gewoon iets van 190 miljoen AP. Maar ik mag dus niet doodgaan. En ik krijg ook niet coins terwijl ik damage doe. Dus het is een beetje, ja, ik weet niet. Dit gebied is iets minder fijn. Hier moet ik namelijk daadwerkelijk mijn best doen. Maar hey, we gaan gewoon even kijken. Het duurt wel ontzettend lang. Dat ding heeft zo mega veel HP. Ik kan ook gewoon naar dat andere gebied toe gaan. En dan gewoon, ja, het allemaal automatisch laten doen. Maar, weet je, ik ga het proberen. 1 miljard coins hebben we namelijk nodig. En dan kunnen we naar de ruimte toe. Oké, weet je wat, jongens? Ik geef het gewoon op. Ik ga het gewoon lekker hier doen. Oh, nou killt die. Oh, dat ding kan me zelfs vanaf daar killen. Besef. Maar die Tesla 33, die is veel beter. Dan kan ik gewoon dit ding hier in het midden. En dat geeft me zo ontzettend snel coins. Dat is echt niet normaal namelijk. Hier, als ik hier gewoon eventjes gewoon dit ding blijf laten killen, zeg maar. Dan heb ik zo die 1 miljard coins. En dan kan ik gewoon een beetje stilstaan. Dus ik ga hier gewoon sparen voor de 1 miljard coins. Dat lijkt me veel slimmer. En als ik 1 miljard coins heb, dan kan ik gewoon dat gebied daar kan ik gewoon overslaan. Want het is, ja, het is niet chill dat gebied. Oeh, ik heb hier ook daily rewards blijkbaar. Hoppakee, 21 miljoen coins voor de daily rewards. Oké, dat was nog wel nice. We zitten nu al op 321 miljoen. Alleen als dat vliegtuig komt, dan moet ik er even op klikken. En dan, dan gaat hij automatisch dat vliegtuig aanvallen. En dan, dat is gewoon top. Want dat vliegtuig geeft echt veruit de meeste coins. Die geeft gewoon een paar 100 miljoen of zo. 200 miljoen of zoiets. A few moments later. Oké, we zitten al op 800 miljoen. En ik zag dat ik opeens een extra boost had gekregen. Iets van een keer 5 boost of zo. Ik weet alleen niet hoe ik die kan gebruiken. Ja, ik zie hem nou nergens. Ik kan deze heel veel gebruiken, want die heb ik echt mega veel. Maar ik zag ergens een beeld dat ik een keer 5 boost had gekregen. Maar waar die is, ik heb geen flauw idee. Dat is wel een beetje jammer. In ieder geval, ondertussen dat ik aan het zoeken zat, hebben we al 914 miljoen. Dus ja, we zitten echt nog bijna. We moeten echt nog maar een heel klein beetje. Ik denk nog één keer dit vliegtuig hier slopen. En dan zitten we op de 800 miljoen. Op de 1 miljard, bedoel ik. Dan zitten we op de 1 miljard. 800 miljoen zijn we namelijk al voorbij. Grootjuur. Hier, 960, 960. 7 hoppakee, hebben we allemaal damages. Ah, ik kreeg misschien 8 keer de damage boost. Ah, daarom dacht ik keer 8. Oké, ik ben een beetje dom. Ja, we zitten op 1 miljard. Let's go. Dan kunnen we nu naar het volgende gebied toe. En het volgende gebied is de maanbasisgebied. Ik doe even die auto-attack uit, want ik wil niet doodgaan door die tanken, weet je wel. Waarom staat auto-attack nog steeds aan? Ik wil hem uit. Oké, maakt niet uit. We gaan gewoon snel door. 1 miljard. Let's go. Hoppakee. En oeh, waar gaan we heen? Waar gaan we heen? We worden naar boven geschoten. We gaan hier weg. We zeggen tjalla. We gaan helemaal naar een nieuw gebied volgens mij. Ja, we willen daarheen. En oeh, wat is dit dan weer? Oké, wacht. Als ik hier nu aanzet. Oeh, deze. Oké. Hier moet je echt moeite voor doen blijkbaar. 1,3 miljoen. Oh, yo. Ik heb nu al. Ik heb 2000. Oh, ik heb ander soort coins hier ook. Oh, ik kan hier ook weer. Ah, 10.000 coins kost dit bijvoorbeeld. Wacht, kan ik hier dan ook een ander. Ah, ik ben gewoon in een heel ander gebied. Ja, je hebt hier andere coins en zo. En oh, lijp. Heel erg lijp. Oké, ik wil even 10.000 coins, want ik ben heel benieuwd. Hier, maak deze even kapot. Deze is maar 1,2 miljoen. Zo, hoppakee. Ik wil gewoon 10.000 coins. Je maakt me heel benieuwd. Zo, ik kan ondertussen dit even claimen. Krijg ik dan, even kijken. Waar we. Oh, hier is dat ding. Die kan ik hier oppakken. 131. Kijk, nu heb ik al 150.000 coins. Dat is chill. Die reward hebben we perfect bewaard. Even kijken. Dit kost 100.000 moon coins. Oké, dit gaat toch wel iets goed zijn. Kom op. De Kitty Common. Oké, en die geeft mij 88. Dat is toch die bizar hoe slecht dat is. Dan zou je denken, in dit gebied zal alles heel sterk zijn. En zelfs dan is het gewoon slecht. Maar wat we even gaan doen, we gaan naar de nuke shop toe. En dan gaan we hier even die, we hebben nog namelijk 3 van die mega tickets. Die gaan we sowieso even spenden. Hoppakee, Kamari, iets goed. Ja, een Legoshi. Wacht eens even, ik kan namelijk dit nog even doen. Zo. Boosters. Dan doen we de extra lucky boots. Heb ik die? Die heb ik toch nog? Oh nee, die heb ik niet meer. Kunnen wel de extra luck boost nog een keer doen. Maar ja, die was al actief. Kom op. En weer een Kobashi en dan
kunnen we hier nog een keer kwap, kwap, kwap. En dan hier een kabashi. Ik krijg altijd die kabashi namelijk. En dan weer een kabashi. Geen maar opnieuw die kabashi. Geen maar, geen maar. Ja, dat dacht ik al. Ik krijg alleen maar kabashis. Hoppakee, equip best. Dat kunnen we nu wel weer doen. En dan hebben we 1-2 miljoen damage. Jongens, ik geef het op. Ik vind mezelf al super sterk. Wil je dan nog meer Roblox zien? Klik dan zelf op deze video. Doe ook even een duimpje omhoog. Vergeet te abonneren. Mick out.